De 5-jarige Givney Pinas is vandaag bij een verkeersongeval op de Oost-Westverbinding overleden. Hij werd aangereden door een schoolbus. Volgens de buschauffeur wilde hij ter hoogte van kilometer 66 nabij Perica stoppen om een moeder met haar 2 kinderen te laten instappen. Hij werd echter van achteren aangereden door een pick-up. Door de klap schoot de bus vooruit en reed de 2 kinderen aan. Givney overleed ter plaatse en het andere kind liep een schaafwond op. De moeder is ongedeerd gebleven. De bestuurders zijn in het bezit van een rijbewijs en ze verkeerden niet onder invloed van alcohol. Met het overlijden van Givney stijgt de verkeersbarometer naar 20.